Zo, welkom allemaal bij mijn derde filmpje van de Er is een serieuze hoek aan doosjes. Dit is het doosje van de boerderij. Zoals jullie zien, zie je het deurtje. En ja, zie je hier al onmiddellijk de tractor van de boer die op het veld van alles gaat doen. En ook de activiteiten die wij gaan doen in het projectje zitten er ook al een beetje bij. Allerlei zaaidingetjes. Plantjes die we gaan zaaien, dingen die we gaan verzamelen over de natuur en dergelijke, in samenwerking met de vitamines van de andere websites. Oeps, eventjes draaien. Zo. Nu, je ziet dus dat er een hoge deksel op zit. Dat komt omdat er heel wat materiaal in die doosjes zit. En het eerste wat je ziet is een soort van wagentje. Nu, dat wagentje dat heeft geen wieltjes omdat het iets te hoog was, spijtig genoeg. Maar je ziet dat er van alles op plakt ook, van groentjes en fruit. Ook de personages, een aantal personages van de boerderij staan erop afgebeeld. En je ziet van voor dat er vier personages eigenlijk aan de teugels zitten. En dat zijn twee personages van de boerderij, Cornelius en Caroline. En twee van de vitamines, Brett en Chantal. Nu, je ziet ook dat dat wagentje kan voortgetrokken worden, dus daar worden de teugeltjes aan vastgemaakt. En omdat een paard in de vriendengroep zit, het paard gaat natuurlijk zijn vrienden niet voortrekken, heb ik gezorgd voor een iets ander diertje, een iets wilder beest, dat die vriendengroep brengt waar dat ze moeten zijn, doorheen ons avontuur. Ja, dus dit wilde dier trekt de vriendengroep voort, onvermoeibaar, doorheen de jungle van mijn ideeën, doorheen de lesjes die ik heb opgebouwd. Nu, in dat doosje zit ook van alles. Dat hoor je, maar dat is nog voor later. Zullen we later zien wat dat is. Ja. Dan zit er een soort van spelbordje. En op dat spelbordje, als we dat erbij nemen, zie je ook allerlei stickertjes van de vitamines, die ondertussen dus in de boerderij zijn aangekomen. Nu, je hebt het spel nog niet gespeeld. Je weet dus ook nog niet dat ze in Mazeik zijn, wat er gaat gebeuren. Maar je kan dit bordje al gebruiken om een beetje te vragen aan de kinderen of aan de leerlingen. Wat denk jij nu dat er in het spel gaat zitten? Ze weten dat het over de boerderij gaat. Ze weten dat het over de vitamines gaat, waarschijnlijk. Heb je dat toch al verteld? En dan kunnen ze beginnen na te denken. Waar zou het spel over gaan? Wat gaat er allemaal in dit project nog extra gebeuren? Ja. Aan de onderkant heb je dan een soort van boerderijtje, weer met hetzelfde fotootje van de boer, de ingang. En ook een aantal andere personages van de boerderij staan erop vermeld. Je kan dat dus ook gebruiken voor aan de leerlingen al een tip te geven, welke personages dat er allemaal bij zitten, of wat dat er gaat gebeuren in dit projectje, moesten zij de boerderij nog niet kennen. Dan zit er ook nog in het doosje zelf alle figuurtjes van de boerderij. En ik heb ervoor gezorgd dat het lijkt alsof zij eigenlijk in een soort van stal zitten allemaal. Een soort van kippenhokje. Zodat zij, dat echt doet denken aan een echte boerderij. Een echte stal, kippenstal, veronderstel ik dat het meest op lijkt. Maar je ziet ook dat er een aantal personages ondersteboven zitten. Dat is eigenlijk uit plaatsgebrek. Maar je kan het aan de kinderen, aan de leerlingen ook duiden van kijk. Ze waren zo onder de voeten, zo ondersteboven van de bezoekers, van wat er allemaal te gebeuren valt,